Wat dansen we heerlijk? Zo heet het boek wat ik vandaag voor ga lezen. En waarom doe ik dat? Ik zag gisteren een filmpje van Ivy, die was aan het dansen. Lekker dansen. En ik weet dat heel veel kinderen van dansen houden. En Sarah houdt ook veel van dansen. En Vienna en al die andere kinderen houden eigenlijk van dansen. Op muziek of zonder muziek, dat maakt niet uit. Nou, daarom dat boekje. Wat dansen we heerlijk? Een boek van Toon Tellegen. Die kan heel mooi schrijven. En Anne-Marie van Haringen. Daar heb ik alles eerder een boekje van voorgelezen. Nou, daar komt hij. Even de bril erbij. Het gaat over de egel en de eekhoorn. Hier hebben jullie vast de egel. Dan zie je hoe zijn kamer eruit ziet. Let maar eens goed op wat je allemaal ziet. De egel en de eekhoorn. De egel wilde heel graag een keer met de eekhoorn dansen. Maar wel op afstand. Zodat de eekhoorn hem niet zou kunnen zien. Het is geen gezicht zoals ik dans, dacht hij, en dan ook nog al die stekels. Hoe zouden we het beste kunnen dansen, dacht hij. Misschien om de hoek? Of met een muurtje ertussen? Hij dacht heel lang na. Toen ging hij aan zijn schrijftafel zitten en schreef een brief aan de eekhoorn. Kijk, nog maar even. Dan zie je nu wel ook zijn schrijftafel. En hier heb je de eekhoorn. Die ziet er ook mooi uit, hè? Nou, daar komt de brief. Beste eekhoorn, wil jij een keer met mij dansen? Ik wil dat heel graag. Maar ik wil niet dat je me ziet. Zoals ik dans, dat is geen gezicht. Ik ben zo onhandig. Misschien weet je dat wel. Ik zit onhandig in elkaar. En daar komt dat door. Vind je het goed als jij thuis danst en ik ook bij mij thuis? Dan hebben we geen last van mijn onhandigheid. Zullen we maar meteen beginnen? De egel. Nou, dat was zijn brief. Kijk. Zie hem dansen. Allemaal danspasjes. En de eekhoorn las de brief. Hij stond op en begon meteen te dansen. Kijk maar. En lekker dansen. Al dansend schreef hij aan de egel terug. Beste egel, wat dansen we heerlijk. De eekhoorn. En lange tijd dansten ze zo, de eekhoorn in zijn kamer hoog in de beuk en de egel in zijn huis onder de rozenstruik. Ze hielden allebei hun ogen dicht en niemand zag hen. Het was een warme dag aan het begin van de zomer. De wind floot de muziek waarop ze dansten. Kijk, de muziek. De wind floot de muziek waar ze op danste. Zie je dat? Zijn dansen. Uren later, in het begin van de nacht, toen alle dieren al sliepen, dansten ze nog steeds. Ten slotte stonden ze stil en schreven elkaar dat ze nog nooit zo heerlijk hadden gedanst. Welterusten. En even later sliepen ze, maar in hun dromen dansten ze verder op de open plek in het bos met hun armen om elkaar heen, dicht bij elkaar. En de egel droomde dat de eekhoorn zei, het is wel een gezicht, egeltje. En de eekhoorn droomde ook zoiets. Kijk, zo droomden ze.
ze hadden een heerlijk droom. Nou, ik zou zeggen, ga lekker dansen, muziek. Of je kan ook dansen op het fluiten van de wind. En ook zonder muziek, ieder in je eigen kamer. Tot morgen, dag, tot ziens.